U weet dat Snoekzalnak ononderbroken verschijnt sedert 1782. Dus dat is dat klein blauw boekje dat vroeger overal gelezen werd op de buiten. Voornamelijk was het gekend voor de moppen, voor de liedjes en voor de dakklapperen met de weervoorspelling. De mensen geloofden toen daarin. In 1923 kwam mijn vader, die was toen 23 jaar, in de firma met nieuwe gedachten. En hij vond dat het op dit ogenblik wel de tijd gekomen was om naast dat klein blauw boekje een andere uitgave op de markt te brengen. En dat was feitelijk de voorloper van de literaire snoek. Er zijn weinig auteurs met naam die op een of ander ogenblik geen bijdrage aan snoek afgestaan hebben. Om te beginnen met de oudere Klaas, Timmermans, Terlink, dan dichter bij ons Deijne, Jonkeer, Lampo, Louis-Paul Boon, Piet van Aken. En dan Klaus, later Gerards, Van de Loo, Michiels, noem maar op, zijn praktisch allemaal beter weg. Kijk, we denken dat tegenwoordig het illustratiemateriaal van zeer groot belang is. Onze cover bijvoorbeeld is van Sam Haskins. Dan hebben we een artikel over Saint-Tropez, met foto's die Gunnar Larsen, de Deens fotograaf, in opdracht voor ons opgenomen heeft.